geleden. Ja. Een hele goede middag allemaal. Het is nu 2:10 en het is vandaag nog een maand. Dan ga ik in het huwelijksbootje stappen met mijn aanstaande, lieftallige, straks echtgenoot. Ja. En ik wil jullie heel veel kijkplezier wensen bij deze gloednieuwe vlog. En Jessica ook, die zit daar ook gezellig te knutselen. Hi. Rodi zit achter. Hi schat. Hi. Hoi. En we wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk, ik wil mijn camera pakken. Yes, die blik. Nee, zag je dat met mijn eten? Dus hij was gelijk afgeleid. Goedenavond, het is hier donker in huis. Roderick is lekker aan het bakken, dus hij neemt jullie gezellig mee. Boe. Ja, boe. En hij neemt jullie dus gezellig mee. Heel gezellig. Dus even kijken. Ja, ja. Nou, wat we gaan doen. Kijken of ik het kan zien. Frituur. Hier wat spulletjes klaarstaan. Dit zijn de kipnuggets. Hier zijn de, hoe heet die dingen? Kroketten, mini kroketjes. Zit al wat in het pannetje. Lekker. Yummy. Oeh, gaat er lekker hard. Als ze klaar zijn, gaat het lampje weer aan. Hè? Als ze klaar zijn, gaat het lampje weer aan. Ik kom eraan. Oeh, spannend. De baas komt eraan.
Daar is de baas al. Nou, dan doe je hem even omhoog. En je doet hem altijd hieronder. Waarom daaronder? Gewoon even dat wat meer licht. Oh, oké. Ik dacht, dat zit te dampen. Dat moet juist niet onder het kastje. Juist wel. Oké. Want ook al doe je hem hier ook, dat komt toch altijd hier weer op. Dus... Ja, oké. Je hebt hem helemaal? Ja, je hebt hem helemaal. Oké. Ja, meer. Je had er gewoon ook nog eentje bij in principe kunnen doen. Oh, oké. Even mij even helpen dat ik even morgen of zo eventjes nieuwe olie koop. Oh, is goed. Frituurolie. Nee, geen frituurolie. Zonnebloemolie. Zonnebloemolie, voor de frituur. Ja. Oké. Okay. Nee. Ik doe geen frituurolie, ben je niet lekker of zo. Ik denk dat het gewoon olie is voor in de frituur. Frituurolie. Wat voor olie dat alleen is. Geen motorolie natuurlijk. Want ik heb niks meer namelijk. Oh, oké. Okay. Doen we dat. Nee, maar kijk, hier is ook gewoon vies. Goedenavond allemaal. Het is nu net 10:55 in de avond. Ik heb even gehuild. Ja, ik weet het. Maar... waarom ik heb gehuild? Dat is ook puur omdat... zenuwen elkaar weer zien te zoeken, vinden, weet ik het allemaal, hoe ik het daar moet spreken vandaag, maar oké. Okay. We hebben ook weinig gevlogd, maar so be it. We hebben het ook gewoon druk gehad. Ja, kan gebeuren. En ja, mijn zenuwen en die vinden elkaar weer, elkaar heel erg lief en dat doet zeer. En daar word je onwijs moe van. En ik heb net even 22 corsages gemaakt. De laatste hand moet er aangelegd worden. En dan is er een hoop af. En dan is het echt gewoon wachten. Gewoon lekker er gaan genieten. Ja, toen wou mijn camera me niet scherp stellen. Nee. Nee, maar het is gewoon even te veel. Dat zeg ik. Dat is even te veel. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer, drie keer, dubbel niks. Nee. Een beetje emotioneel worden. Ja. We moeten nog steeds zo'n dingetje vinden. Misschien dat ik morgenmiddag even... Ro even op pad stuur om even richting Camera Express te gaan met de camera en met de lamp. Om dus zo'n dingetje hierover onder te halen. Ja, is goed hoor. Dat is mooi. En Camera Express, je weet waar die zitten. En vlak bij de Spar. Spar. Oh, ik dat. Als je de Spar hebt aan de overkant eigenlijk. Als je dus het plein hebt. Het plein hebt en dan eigenlijk weer richting de stad en dan aan de overkant. Ja, dus dat moet hij wel redden. Wat wou je vragen? Nee. Ik maak er even iets te eten bij. Dankjewel. Dus ja. Nee, maar na je buikwandcorrectie dan snijden ze dus ook een stuk zenuwen door of zo op een of andere manier. Heel gek. Ja, een heel stuk weg, hè? Hè? Ja, een heel stuk weg, inclusief zenuwen. Oké, kan jij dat een beetje vertellen dan aan de mensen? vertellen over een operatie waarvan ik niks weet. Ja, nou en? Nou, normaal zit die zenuwen dus helemaal tot, ja, overal. Als je opeens een stuk eruit haalt, ja, dan snijden ze ook een stuk zenuwen weg. En die gaan dus weer doorgroeien naar andere plekken. En doorgroeien komen ze op dus, bondweefsel terecht. En dan denk je, oh, dat is nieuw, dan gaan we even een flink signaal doorgeven. Ja, en dat is het pijnsignaal. Dus je hersenen moet daar nog op instellen, weet ik het. Dat een normaal iets is. En dat pijnprikkel niet meer hoeft doorgegeven hoeft te worden. Op een of andere manier. Iets.
Dus ja, normaal is het zo van, het is een dopamine geloof ik, en dat zorgt voor een reductie in de pijnprikkel. En dat moet dan eventjes op elkaar worden afgestemd. Net als je zeg maar lang in het donker hebt gekeken en toen ineens het licht aan, doet dat pijn aan je ogen. Als je lang in dat licht zit, dan gaat het wel beter. Dus dat is ook weer een adaptatie. Dus, Ja, zo leren jullie ook weer wat. Ik weet niet waar het over heb, maar zoiets moet het zijn. Ja. En we gaan ook zeer zeker weer even binnenkort eventjes de vragen beantwoorden van de geitjes. Sowieso. Ik denk eind deze week of zo. Want ja, daar hebben we ook nog wel weer het een en het ander van. En ook van andere mensen. Dus daar gaan we ook weer even een aparte vlog over maken. Hè, schat? Ja. Donderdag. Donderdag, en dan zijn we vrij van school. Ja, dat is mooi. Nou, dat is donderdag. Mag ik niet liegen. Donderdag de hoeveelste? Het is nou 11. Even kijken. Jij zegt juist. Ja, dat is inderdaad. Donderdag 15 november gaan wij erover praten. Over de reacties op onze vlog. Ja. Dus ik zou zeggen, hou de vlog juist in de gaten en deel dit op social media. Ja, een hele goede avond nog steeds. Ja, hele goede avond. Het gaat al wel weer een stukje beter. Net even nadat Rode alles heeft uitgelegd. Heel blij mee. Ja. En met de buikbandcorrectie dagboek, ja, daar zijn we weinig mee bezig geweest. Je wat zelf erop hebben? Nee, zo. Doe deze gewoon zo. En even hier ook een beetje speculoos op. Dat is lekker. Ja, met het buikbandcorrectie dagboek, daar ga ik ook van de week weer even mee bezig. Ja. Eventjes een nieuwe vlog even ervan openen. En dat wordt dan waarschijnlijk mijn laatste. Ja. Dat wordt mijn laatste. Dagboek. Deel. Ja. Het einde. Komt ook weer in zicht. En dan gaan we ook weer verder met het bruiloft dagboek. Het gaat. Ja. Ja. Alles gaat ook gewoon weer door. Rolletjes. Ja. De ex is de ex. En toekomstige ex, en dat is ook weer zijn ex, is leuk. En mijn ex, aanstaande man, dat wordt geen ex. Nee, liever niet. Nee, want dit is de liefste echtgenoot op dit moment die ik heb. Ja, ja, altijd. En JH, jij bent ook lief geweest, dat weet je. Maar nu even voorlopig nog, even momenteel niet, dan moet je lekker van haar weg. Ja? Ja, precies. Ja. Voor de rest, ja, dat gaat allemaal lekker. Ja. Oeh. Auw, dat doet zeer. Auw. Oeh. Ah. Oeh. Nou, en dat bedoelt het dus Ro-net. Ja. Dat is dus niet fijn. Nee. Maar ja. Daar kan ik ook nou niks aan doen, momenteel. Nee. Of ik ga morgen mee naar school. En dan gaan we samen even naar Kamer Express. Want ik wil wel wat meer licht hebben. Ja, lijkt me handig. En ook als we buiten willen gaan vloggen. Ja. Kom aandoen. Ja. Nou niet. Nee. Dat is irritant. Ja. Maar bij deze ga ik de vlog wel afsluiten. Ja. Dank jullie wel voor het kijken, sowieso. Doe vooral die dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Het is gratis. Helemaal gratis. En dan ga ik zo nog even eten. En dan ga ik naar bed. En dan gaat Ro nog met de hondjes lopen. Ook nog zoiets. En dan gaat hij ook zo meteen naar bed. Hij schat. Ja. Hoi. Dus vergeet niet te abonneren. Deel deze op social media. En dan zien jullie ons morgen weer. Doei.